We krijgen een legendary. We krijgen een legendary. Nu welk zou het zijn? Bobbeltje. Oh, dit is zo spannend. Hallo mensen, ik ben Aardvaart. Tot ziens kijken naar deze video. Zoals jullie zien, ben ik weer met Clash Royale. Dat is een tijdje geleden. Er zijn allemaal nieuwe updates geweest. Er zijn, zoals jullie zien, lightning chests, fortune chests, legendary king chests. Allemaal nieuwe kisten zijn er toegevoegd. De Royal Ghost. Echt. Dus ik denk dat je het al weet als je het spel speelt. En zoals je ziet zijn er special holiday offers. En waarom zou ik die niet verkopen? Want morgen is het kerstmis. En morgen komt ook een leuke special uit. Tenminste, als je dit op de zondag kijkt als het uitkomt. Maar de hele links alleen een 7 magical chest. Waar ik 500 gems en 150.000 gold van krijg. Dat weet ik niet. Waar ik heel veel gold van krijg. Die ga ik kopen. Voor de andere heb ik niet genoeg geld. Dus dat gaan we vandaag doen. Maar we gaan eerst één potje spelen en daarna kopen we niet. We zijn in een potje en je ziet in mijn deck al eens aan de weg. Maar hij begint gelijk al. Oké, dan gaan we gewoon die spierkoppeling zien zetten. Dus deze. Ik weet niet wat er nog is. Oh, we zitten alle twee Royal Ghost. Ja, dit ga ik sowieso niet verliezen. Ja, mooi. Zo. Echt, die kaart is echt veel te OP, maar hij is wel erg handig. Als je hem tegenkrijgt, is hij wat minder. Maar hij is best wel chill als je hem gewoon hebt. We hebben hem alle twee. Als het goed is, hebben we gewoon hetzelfde werk, dus. Ik wacht even tot ik meer elixir heb. Oh, ik zie hier dat torens ook helemaal vol staan. Dat is ook super vet. Oh, dat is echt cool. Oké, we beginnen hier gewoon met een X-Row. Oké. Go. Oh, is het er ook weer in? Ja, dan gaat hij op die. Ja, is niet leuk. Ja, mooi. Oh, wow. Oké. Oké, we gaan het testen. Kan je dit loggen? Je kan hem wel loggen, dus hij is wel van zich wel voor een log. Oké, dat wou ik heel erg. Ja, hij heeft al één toren van mensen in naast. Die babydraak, geen idee. Die babydraak zegt, ik vind een draak, ik ga het gewoon langs. Op zich best wel logisch, omdat hij onzichtbaar is. Maar hij is echt ziek OP qua, omdat hij echt onzichtbaar is. En andere troepen zien hem niet. Ik vind wel erg dat hij er nu op het uitziet. Hij zet een X-Bow neer. Het is van morgen. Oké, en boem boem. Hij staat niet zo dat hij naar me toe kan, dus. Oh nee, nog een 6 seconden. Ik zet hier gewoon een X-Bow. Qua afleiding. Want dan zeg ik namelijk deze niet meer zo. Ja, dan zeg ik nog een keer meer. Ha. Ja, nu ben je. Oh, dus dat is in één keer dood. Ja, mooi. Dat is echt niet leuk. Ja, dit heb ik verloren. Ik kan dit nog loggen. Ja. Wel played. Dit kan ik nooit meer. Ik kan nooit zijn twee towers downhalen in 14 seconden. Dat lukt echt nooit. En ja. Wel played. Oh, jammer. Oh, echt. Maar goed, we gaan de kist kopen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben echt heel benieuwd of dat het leuk is, of dat het goed kijkt. En als ik hem gekocht heb, dan zie ik jullie. Als je ziet, hebben we hem gekocht en we beginnen met 870 goud. We klikken door. We krijgen 2 cents, dat is super goed. 1 golden red. 8 miljoen noord. Alsjeblieft, laat een legendary zijn. We krijgen een legendary! We krijgen een legendary! Nu welk zou het zijn? Bobbeltje chillen! Oh, dit is zo spannend! IJs weer! Oh, IJs is een Electrum is het! Lekker, die had ik nog niet! Yes, het is een tweede legendary! Oh, hier ben ik echt blij mee! Even een screenshot maken! Oh, ik ben echt
heel blij met deze. Ik ben echt blij. Ik ben echt heel, heel blij. Even op screenshotten. Oh, dat is super. Dit vond ik echt wel die 5 euro waard. Dit vond ik echt wel die 5 euro waard. Ik ben echt helemaal blij. Echt helemaal blij. Echt. Oké. Deze video kan niet beter worden. Kan gewoon echt niet. Weet je, we gaan gewoon iets anders. We gaan gewoon even tegenwoordig doen. Weet je, dat is ook wel even leuk. Oh, ik ben echt blij dat ik een legendary kreeg. Ik dacht, ja, dan krijg ik zo tegen een legendary. Het is best wel een goede kist. En hij was 5 euro. En dan verwacht ik. Ik verwacht wel dat ik een legendary kreeg. En dat kreeg ik ook. Dus ik ben er blij mee. Laat even weten, moet ik een deck. Ik gebruik nu Inferno Dragon zoals je ziet. Dat is legendary die ik gebruik. Zou ik de Electro Wizard gaan gebruiken? Of zou ik gewoon de Inferno Dragon blijven gebruiken? Laat achter in de comments. En deze heb ik ook niet, maar goed. Laat het achter in de comments. Ik ben hartstikke benieuwd wat jullie vinden. Wat jullie willen. Willen jullie dat ik met. Met een nieuwe kaart speel, wil je dat gewoon met een nieuwe kaart spelen. Op alle twee kan ook, hè? Oké, we gaan de coaches open, hè? Oké, even kijken. Ik denk dat hier niet echt iets bijzonders zit. Nee, wat anders was het open. En deze unlocken we nog. Ja, dat was trouwens al een heel snel potje, hè? Dan gaan we nog één keer deze. Het is een beetje. Deze video is echt. Ik hou er gewoon niet over. Ik ben echt heel blij mee. Oké, we gaan beginnen. Hij zet een ghost neer. Ik zet een execute. Oké. Boom. Oké, wacht. Dan zet ik hier de ghost neer met een bandit. Oeh, kijk dan. Bam. Oh nee, wacht langer. Het gaat niet zo lekker als ik dacht. Gaan we het onzichtbaar? Ja, lekker. Bam, ja. Oh, twee. Oké, deze heb ik. Oké, en dan begin ik met de graveyard. Nee, dat is een echt. Die heeft hij wel mooi geplaatst. Oké, wacht. Ik denk dat ik dit ga portionen. Zo. En dan. Hier een baby durian. Oké, die is op zich wel goed met die graveyard, denk ik. En jongen, deze challenge. Ik heb nog nooit echt een challenge. Die ik echt gewonnen heb ofzo. Echt. Gewoon taal vindt. En ik besteed ook nog gems aan uit ofzo. Om nog een keer te kunnen spelen. Want ik weet al dat het toch niet meer gaat lukken. Dan. Oké, we gaan nu hier de graveyard neerzetten. Ah, hij zit hier in. Dat is zo vreemd. Oh, eens kan ik hem niet. Oké. Boom. Dark Prince tegen Dark Prince. Bam. En trouwens, binnenkort heb ik met de Questus een Super Magical Chest. En misschien krijg ik daar ook een hoe heet dat? Een Legendary uit. Dat zou echt vet zijn. Die opening natuurlijk ook in de video. En ik vind het sowieso al best wel gaaf dat ik een Legendary keer heb gekist. Want eigenlijk zeg ik niet echt. Ik dacht van let maar op. Ik heb weer echt het ongeluk. Dat dat ik geen legendary krijg. Oh, ik zit helemaal niet op te letten, hoor. Ik dacht echt. Oké, hier wordt hij aangevallen. Ik zet een bandit er bovenop. 9, 8, 7, 6. Ja, boeit niet. Match over. Voor het kijken naar deze video. Vonden jullie dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Heb je nog niet geabonneerd? Doe het hieronder. Of hiernaast mij. En hier staan nog twee andere video's. Dit is mijn meest recente video. En dit is gewoon mijn random video.
Ik bedank jullie voor het kijken en zie jullie de volgende keer.